En welkom bij weer een nieuwe video. Als je aan het eind van deze video denkt van hey, dit was handig, dit wist ik nog niet. Of als je iets hebt geleerd, denk er dan zeker nog aan om te abonneren. Nou, hier laat ik als eerst even zien wat je allemaal nodig hebt als jij zelf deze video gaat maken. Dus een kom, een pan, een potje, olie en hibiscus. Want met de hibiscus gaan wij dus een haargroei stimulerende en eigenlijk heeft er nog best wel veel andere eigenschappen. Maar een van de belangrijkste is dus het bevordert de haargroei. Daarom wordt hibiscus vaak gebruikt. Maar ook omdat het haaruitval stopt. En voor de mensen die al wat grijze haren hebben, helpt dit dus of schijnt het ook te helpen bij het verdragen van voortijdig grijs worden. Maar ik gebruik dit dan, of ik wil dit gaan gebruiken, om haargroei te stimuleren, gewoon even te kijken hoe dat uitpakt. En daarvoor heb ik gedroogde hibiscusbloemen. Want hibiscus, of tenminste de soort die ik hier zo heb, dat zijn bloemen. Voor mij zijn het allemaal bloemen. Ik weet het nu even niet meer zeker. Maar ik schrijf ook nog in mijn blog op www.itsjanetsworld erover. Dus check die zeker ook nog, zodat je even wat meer info hebt over waar hibiscus vandaan komt en wat het precies allemaal kan doen. Ik doe dit ook nog eventjes, het afwegen van hoeveel van de hibiscus ik gebruik. Want normaal gesproken eyeball ik alles. Dus ik kijk eigenlijk gewoon alleen maar een beetje van oké, ongeveer dit en dat. Maar ik denk voor de mensen die even wat meer details willen. Ik gebruik dus 18 gram van hibiscus. En de olie die je toevoegt, dat is echt eigenlijk naar keuze. Dus ja, jij moet eigenlijk kijken wat bij jou past. En dan voeg je een olie toe die jij dan graag erbij wilt doen. Ik weet niet precies wat andere olieën allemaal kunnen doen. Ik gebruik al jaren olijfolie en dat werkt prima voor mij. Dus ik dacht, dan ga ik niet nu ineens avocadoolie kopen als ik dat normaal gesproken niet in huis zou hebben, snap je? Dus kijk vooral wat voor jou werkt. Ik doe ook de aubergine methode. Dus dan in plaats van de olie en de hibiscus gewoon in een pannetje zeg maar warm te laten worden, doe ik dus met een ander pannetje eronder, zodat de stoom zeg maar alles een beetje gaat verwarmen. En ik denk dat ze dit allemaal, ik heb natuurlijk naar andere YouTube video's gekeken, en ik denk dat ze dit doen omdat je dan zeg maar de meeste olieën en zo uit de hibiscus zelf kan halen wanneer je hem verwarmt. Dus ik dacht, ja, dat ga ik dan natuurlijk ook even doen. En deze methode gebruik ik ook als ik de citroenolie maak. Dus als je die nog niet hebt gezien, ik laat ook even een linkje hierboven en nog in de beschrijving. Maar ik vind het wel gewoon goed werken en volgens mij is het gewoon prima zo. Dus ja, het is aan jou of jij ook deze methode wilt gebruiken of dat je het, gewoon echt alleen met olie en de hibiscus in een pannetje verwarmt. Maar dit laat ik dan ongeveer een uur zo staan. En als ik dat heb gedaan, dan ga ik over naar een potje. Zorg er wel voor, tenminste ik heb altijd overal gelezen van gebruik glas of aardewerk of zo. Qua potje om het in te bewaren, omdat het gewoon beter zou zijn voor de houdbaarheid. En je gaat zien dat ik straks een ander potje heb hoor, want ik dacht dit lukt allemaal wel. Maar ik heb dus totaal geen inschattingsvermogen. Ik dacht dat ik het wel had. Of nee, ik lieg. Ik wist dat ik eigenlijk niet echt heel veel inzicht had. Maar ik dacht, dit lukt wel. Maar één ding is dus ook, ik dacht dat die bloemen wat zachter zouden worden. Weet je wel, tijdens het koken dat ze gewoon wat zachter zouden worden? Dat is niet gebeurd. Dus daardoor denk ik ook dat ze niet echt in het potje pasten. Maar als het dus is gekookt, ja, je kan het nog even laten afkoelen. Ik heb daar natuurlijk weer geen geduld voor gehad. Dus ik heb alles uiteindelijk in een groter potje gedaan. En let wel op, het is natuurlijk nog heet. Het potje heb ik dan dicht gedaan, dat laat ik een week staan. Dus de volgende video die jullie hiervan zien, dan ga ik hem gewoon even zeven en uitproberen. Dus dankjewel voor het kijken. Als je wat hebt geleerd, vergeet niet te abonneren. Geef me nog een duimpje omhoog en jullie zien mij de volgende keer weer.